Hi, we zijn hier te gast bij een regionaal opleidingscentrum, een MBO. In dit geval afdeling vormgeving. Nou, lekker mooie kleur hier. En hier zitten heel veel creatievelingen. En ik vind het leuk om te spreken over samenwerken, waarbij ik karakters van mensen vergelijk met muziekinstrumenten. En als ik aan creatievelingen denk, als ik aan dit soort omgevingen denk, waarbij ze in een trappenhuis een auto neerzetten, dan denk ik aan de gitaar. De gitaar is het instrument, het karakter, die zorgt voor sprankelende nieuwe ideeën. Dit zijn de mensen die onorthodox durven te denken, die dwars durven te denken, die vaak ook visionair zijn, die met oplossingen komen waar vaak niemand aan heeft gedacht. En dus ook dwars tegen de club in. Ze durven ook een beetje anders dan anderen te zijn. Misschien ben jij degene die de gitaar bespeelt in jouw team. Misschien ken je iemand in jouw team die de gitaar bespeelt. Of misschien wil je het weten, nou dat kan op onze website richarddehoop.nl. Ga naar het orkestspel, dan kun je het invullen en dan krijg je een beeld. Maar ik heb nog een vraag aan jou. Ik vind het wel leuk om onder jouw commentaar hier, onder de video te horen van welke bekende Nederlander of bekendheid, grootheid in het algemeen, jij herkent in dit instrument, in dit type instrument. Weet je, die creatievelingen die met briljante ideeën kunnen komen. Ik zie het graag en dan verheug ik me alvast op een nieuwe video in de rij van 8 waarin we al onze instrumenten jullie voorstellen. Heel veel speelplezier alvast.